Dit is een film, denk ik, voor iedereen. Het heeft niks te maken met Turk zijn of met Belg zijn. Ik vind dat heel verkeerd om daar echt zo die origine op te gaan plakken. We zijn allemaal mensen, we hebben allemaal gevoelens, we zijn allemaal opgevoed op een bepaalde manier. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat de mens die naar de film kijkt ook eigenlijk beseft dat we eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. Het gaat hem om aanvaarden, het gaat hem om graag zien, het gaat hem om respect. En dat is zeer belangrijk in een multiculturele samenleving waar we nu ook wel in zitten. Ik bedoel, het volk wordt altijd maar kleurrijker, hè? Dat is ook de toekomst, denk ik. Dus ik vind dat wel heel belangrijk. Ja? Maar het is allemaal voor te lachen. Voor te lachen, in de zin van? Het is een komedie, denk ik. Het is een komedie, ja. Het is zeker een komedie. Maar er zit ook wel heel veel emotie in. Dus, het wordt allemaal heel leuk verzacht door de komedie. Dus ja, er zitten heel leuke momenten in de film waar je hart in gaat kunnen lachen. Emotie? Moet je wenen? Nee, ik moet niet wenen. Nee. Maar het maakt wel emotie los, hè. Bepaalde scènes. Ja. Maar je hebt zin om te wenen? Nee, ik ben niet zo een blijter of zo. Hè. Als ik blijter, is dat een noekje thuis. Ik ga niet gemakkelijk... Maar dingen die mij raken, alle mooie dingen die mij raken, ja. Daar hoort emotie bij, hè. Ik denk dat dat voor iedereen zo is. Zoals zo'n moment in een trouwkring. Dank u. Mooi, hè. Ik vind het ook een heel mooi kleed. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.